Wie of wat heeft volgens onderzoek de meeste invloed op mensen hun opleiding of baankeuze? Familie, social media of leraren? Familie denk ik. Ik denk social media. Ik denk toch wel familie. Dat is goed. Heeft meer of minder dan 25% van de jongeren druk van hun ouders gevoeld bij een opleidingskeuze? Meer, denk ik. Meer, ja, denk ik ook. Ik denk het wel. Wel, dat ze echt iets moeten doen wat ze echt leuk vinden, ook wel. Nou, dan is het meer. Als het zoveel invloed is, dan is het meer. Dus meer? 33%. Iedereen heeft als kind een droombaan voor ogen gehad. Gaat later meer of minder dan 25% ook echt dit werk doen? Minder. Ja. Dat is misschien nog niet helemaal realistisch als je klein bent wat je wil gaan doen. Ik denk het niet, want als kind denk je nog niet heel realistisch. Maar als je een ouder wordt, dan word je wel realistischer qua denken wat nou echt mogelijk is en haalbaar. Het antwoord is meer. Wat? Geeft meer of minder dan 50% van de jongeren aan dat hun ouders van mening zijn dat een hoger opleidingsniveau leidt tot een betere toekomst? Ik denk meer. Ik denk dat de meeste ouders dat wel belangrijk vinden. Dat denk ik wel. Ik denk dat ouders zeg maar belangrijk vinden dat hun kind goed geld verdient dan dat ze misschien plezier hebben. Het antwoord is minder. Het is minder. Nou, wel goed gedaan.